Als wij eventjes gaan met die bal gaan overgooien, mogen we dan bij jullie slapen? Hij gaat zijn ouders bellen. Wij gaan niet! Wat jammer! Sorry! Goedenavond. Hallo. Hallo, wat gezellig hier. Wij zijn van de regionale omroep en we zijn op zoek naar een slaapplek. Echt waar? Ja, echt. Hebben wij dat? En wie is wij? Zijn jullie een familie? Ja. De rechterkant, zeg maar, voor mij. Ja. Ja. Mag het? Ja, voor mij wel. Dan schuiven we gezellig aan, Maarten. Mijn kinderen zitten in Italië op vakantie. Met hun moeder? Met een moeder en een vriend. Hoe lang zijn jullie samen? 2,5 jaar. Nou, dat is nog helemaal niet zo lang. Nee. Je begint ook helemaal verliefd te kijken als ik het vraag. Ja, toch? Ja. 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 Ja, daar zijn we ook nog steeds, ja. Tenminste. Maar jullie wonen nog niet samen? Nee. Nee. Wil je dat? Ja, dat is dus het probleem van allebei een relatie achter de rug hebben. Hè? En dan ga je eerst realistisch denken en dan wat romantischer. En uiteindelijk zal het wel ophalen. En wat is het realistische dat je dan nu tegenhoudt? Het realistische is dat je twee kindjes hebt. Want als ik alleen was geweest, had ik er lang bij gezeten. Mijn oudste die moet nog een jaar op haar school, groep 8, doen. En dan gaat ze naar het voortgezet onderwijs. En dan hebben we toch zoiets van, dan gaan we toch maar wel die kant op. Ga je er, neem ik daarvan uit dat hij toch de ware is, of geloof je dan niet meer in de ware? Ja, ja. Ja, dat geloof ik nog. Wel. Zoals het nu gaat, denk ik wel dat het heel lang. En waarom is hij het dan wel en die andere twee niet, uiteindelijk? Omdat we uit elkaar groeiden, denk ik. Omdat we niet op één lijn zaten. En waarom gaat dat met hem niet gebeuren? Omdat wij wel op één lijn zitten. Want je ziet wel hoe het wordt. We zien wel, ja. Je zit niet meer op die roze wolk als 15 jaar geleden. Je denkt, zo moet het en. Normaal doen wij in ruil voor die slaapplek die we bij jou krijgen, doen we nog een klusje. Heb je nog wat? Of, Ja, de afwas. Hoe erg is die? Middelmatig. Kwartier, ik heb geen. Ik heb een uur? Een kwartiertje, 20 minuutjes redden jullie samen wel. Oh, samen? Dat vind ik samen. Een goeie. Sorry, mag ik jou wat vragen? Ik zit met deze mensen, daar ga ik vanavond slapen. Ja. En nou heb ik hen net beloofd dat ik nog wat biertjes voor ze zou halen. Ja. Nou gaat dat pontje. Maar dit is veel sneller. Ja. Leg die, ja. Leg allebei het open. Nou kan ik even zitten. Die jongens die vroegen van, moet hij droog blijven? Ik zei nee, hij hoeft zeker niet droog te blijven. Ja, maar dat wist hij zelf dus niet. Hij wist van. Het niet. Oh. Ik ga nooit meer met een dronken idioot op een jetski zitten. Ik ben zo blij met u, weet u dat? Hallo. Deze meneer is veel fijner om mee te varen. Ja, zo gek. Ik ga het niet doen. Wat als ik zeg dat het een beetje afgesproken werk was? Heb je dit afgesproken? Sukkel, weet je hoe hard dat ding ging? Weet je hoe hard? Oh, wat naar! Want wij hadden echt zoiets van, oh! Ik dacht aan het begin nog, nou dit gaat wel lekker, het ging ook helemaal niet zo hard. Toen ja, het ging heel rustig. Dat platte stuk. En daarna ineens was een gek, flats. Nou, sst. Jou praat ik sowieso niet meer mee, Maarten Vussel. Jij krijgt zulke nare dingen nog te verduren de komende weken, dat kan ik je echt verzekeren. En dit bier is niet voor jou. Hey, fijne collega. Als dank mag je de hele vaat doen. Ja. Sam, ja? Wil jij voor mij op de kaart prikken waar we vanavond naartoe gaan? Ja. Doe maar. Scheendijk.